Win een plant ultra. Voedsel review. Vandaag reviewen we de Adult Happy Meal, ja. Met allemaal dingen erop waarvan ik knakmes krijg voor de komende 5 maanden. Behalve sproevels hier, die ziet er, dat is wel cute. We gaan eens kijken wat erin zit. Mijn zusje heeft die gehaald. De shout-outs naar Little Angels. Dankjewel, zuster. Zij is ook hier. We hebben Maximus appelsap. Want god wil ik cholesterolverlaging bij de McDonald's. En in de Happy Meal zit... Een raar, lelijk figuurtje. Waar ik niet van weet wat het gaat worden. Die openen als het laatste. Dat is het toetje, voor de quote. Over geen toetje gesproken. We hebben Max Friet. En Big Mac. Dus weet ik even vertellen, hoeveel kost dit? 12,50. Cool, dit was het dus zo niet waard. Je krijgt het goedkoper als je het loskoopt waarschijnlijk. Gewoon Max Friet. Uit mijn Max Friet. Nou, ik hoef geen taste-test te doen, want dit is gewoon normaal normale McDonald's. Big Mac, ik weet hoe een Big Mac smaakt. Dat is 6 uit 10. Smaakt goed, maar het is een McDonald's eten, dus het geeft weinig smaak. Sinaasappelsap hebben we nog nooit gedronken. Hier, dus die had er een keer een stokje van. Smaakt naar sinaasappelglijmiddel. Niet mijn favoriet. En friet is friet. En als laatste, we unboxen even Timmy Nuggets, of zijn Nugget Buddies. De Mac Nugget vriendjes. Oh, ik kom in een McDonald's zak, hopelijk is het eetbaar. Wow, dit is leuk. Dit gaan we mooi naar mij schrijven. Nou, dus mensen, makkelijk zeggen, was het het waard? Natuurlijk niet. Maar geef de views, waarschijnlijk wel. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. En toedels.